Goedemiddag traders, dit is de marktanalyse van woensdag 14 augustus 2019. Het is nu half vijf in de middag en wij beleven denk ik hele spannende tijden waar wij, ik denk de komende dagen en de komende weken, heel veel kansen zullen krijgen om ons richting dalende markten te positioneren. Dus laten we eens rustig kijken naar de analyse. Beginnen met de Dow. Links zien we de dag en rechts zien we de week. De strekking vorige week was, en toen hadden we deze grote groene candle al, toen had ik gezegd, die daling hier die we hadden, die ging op een bepaald moment buiten Keltner min 5. Nou, die Keltner, dat is een soort voortschrijdend gemiddelde met daaromheen banden, en die banden worden berekend aan de hand van de volatility, de bewegelijkheid, en normaal gesproken zie je dat 90-95% binnen de Keltner plus 2 blijft, en nu schoten we uit naar Keltner min 5. Dus we maakten een situatie mee die zeer extreem is. We hadden dus een zeer extreme daling, en je ziet dan, en dat zei ik ook in die vlog, dat je dan altijd terugveert naar minimaal Keltner min 2. En toen gaf ik aan dat de 26.200 of hoger. Nou, die 26.200 en hoger, die zagen we ook. We veerden netjes terug naar dat niveau. Goed, dus de eerste bounce omhoog was gezet. En daarmee meteen bij heel veel traders twijfel. Want wat zie je dan? Je ziet dan hier, en dan kijken we even rechts in de week. In die week zie je dan een enorme rode bar, die dan eigenlijk helemaal wordt weggevaagd en waar eigenlijk alleen nog maar een pinbar en Buddha's tail overblijft. En in beginsel is dat heel erg positief. Waardoor je dus denkt, nou, die daling die staat alweer op zichzelf. Wij kunnen nu weer richting nieuwe highs gaan vertrekken. Let wel, als deze pinbar aan de onderkant wordt gebroken, dan is dat extreem bearish. Er zijn tests gedaan, er zijn ook kleine modellen, en die testen zeg maar dit soort bullish patronen op het moment dat die aan de verkeerde kant worden gebroken. Dus ze hebben een bullish implicatie, maar ze worden aan de onderkant gebroken, dan krijg je heel vaak een versnelling van de daling. Dus dat is even opmerking terzijde. Maar goed, we zagen dus een herstel, vervolgens krijg je een kleine pullback, en hier, dus eergisteren, dacht ik ook, nou, hier zal waarschijnlijk nu de tweede golf, hè, we hebben een eerste dalingsgolf, er komt nu een tweede dalingsgolf aan. Want ik gaf al aan in de vlog van, luister, er is op weekbasis, hier rechts, behoorlijk veel schade aangericht. Het zou heel goed kunnen zijn dat we de weektop, en misschien wel meer, al hebben gezien. Nou, gisteren openen we, ja, redelijk onderin, en opeens komt onze grote vriend in het Witte Huis met de melding dat een aantal van die tarieven naar, of van die importtarieven naar China, dat die worden uitgesteld. En we zagen eigenlijk binnen een uur dat de markten van in de min naar ongeveer plus 2% schoten, en ja, alsof iedereen nog maar één kans had om aandelen te kopen. Het ging bijzonder hard omhoog. Nou, dit soort rallies zie je heel vaak in een neerwaartse markt. Sterker nog, je ziet dikwijls de grootste stijgingen in een neerwaartse markt. Omdat het een combinatie is van koopjesjagers en ook van mensen die short zitten en op een bepaald moment uit een positie worden gepest, zeg maar. Waar het dan op aankomt is natuurlijk het vervolg. Eén zo'n bar, één bar is eigenlijk geen bar, zou je kunnen zeggen. Net als dat die rode bar daarvoor ook geen vervolg had. Er moet dus follow-up komen. Er moet dus een vervolg komen op die groene bar. Om te zeggen, dit herstel heeft nu minimaal een tweede opwaartse golf. Nou, wat zien we nou vandaag? Dit. Dus we zien dat die hele daling, pardon, die hele stijging van gisteren, helemaal ongedaan wordt gemaakt. Dus al de positieve mening over het uitstellen van de invoertarieven naar China is dus helemaal van de baan.
En we zagen dat gisteren ook al een beetje aankomen, want de obligaties die, daar kom ik straks even op terug, die helemaal door het dak gaan, die gingen niet heel erg omlaag. En die steunden eigenlijk niet deze stijging van gisteren. Goed, nu moeten we eventjes kijken wat de timing betreft. Want we hebben nu zeg maar een eerste daling gehad. Ik ga ervan uit dat die low hier van een aantal dagen geleden, dat die wordt gebroken. En ik ga ervan uit dat we flink lager gaan in de komende weken. Op basis van dit beeld. Ik heb mij al voor een deel gepositioneerd in put-opties. Het probleem is natuurlijk altijd, wanneer zit je er helemaal volle bak in? Want op het moment dat je eigenlijk op dalingsdagen erin gaat, hè, zoals nu, dan zijn puts weer relatief duur. De volatility neemt op. Ga je op een stijgingsdag in, dan zijn ze weer relatief goedkoop. Alleen, waar ligt dan de top? Dus je moet dat altijd een beetje middelen. En ik probeer dan een beetje ook een soort consensusmodel te hanteren. Dat ik ook kijk naar intraday timing. Dus we gaan dat nu eventjes doen. En dan wil ik jullie even dit plaatje bij kijken. Jullie kennen het waarschijnlijk al een keer. Kijk, dit is de cyclus op dagbasis. Hier. En die cyclus kunnen we onderverdelen in twee subcycli van elk 27 minuten. Dus één bar is 27 minuten. Met andere woorden, één dagcandle bestaat weer uit twee halve dagcandles. En één hele cyclus van 20 dagen is eigenlijk zijn twee volledige 20 bar cycli van elk een halve dag. Dat zijn deze. En die bestaan weer uit elk twee cycli van 6 uur. En die bestaat weer uit een halve van 180 minuten, 3 uur. Dus je kunt dat altijd onderverdelen in twee. Nou, dus wat ik jullie nou wil laten zien is het volgende. Ik ga ervan uit dat we hier een aantal dagen geleden een nieuwe dagcyclus bodem gezet hebben. Want de telling klopt op zich en we zien ook dat die double stochastics hier helemaal onderin zit. En nu netjes weer opveerde. Met andere woorden, deze dagcyclus is ook de 27 minuten cyclus. En die zet ik nu even hier links. Want we willen even kijken wat is nou mogelijk de beste timing. En ik zet nu rechts even de 360 minuten cycle. Die komt er nu aan. Goed. Dus deze bodem hier, waar ik die pijl even netjes zet. Kijk, dit is de dagbodem, maar ook het begin natuurlijk van de 27 minuten. En in principe hebben we dus twee van deze 27 minuten cycles in een dagcyclus. En als deze top, als de top van de huidige dagcyclus gezet is, dan is natuurlijk ook de top van de huidige 27 al gezet. Nou, kijk, we zien het begin is bullish, daarna gaan we even naar beneden. Dit hier, dit is de mid-cycle low van de 27 minuten. Oftewel, dit is de eerste 360 minuten cycle. Want kijk nog even mee naar het plaatje. De eerste 27, daar zitten we nu in. En de mid-cycle low, dus de helft, is de eerste afgeronde 360. En we hebben dus eigenlijk idealiter vier van dat soort 360 minuten cycles. Nou. Goed. Dus deze mid-cycle low hier is deze cyclusbodem in de 360. En we zagen gisteren dus die enorme opvering. En dan ligt het dus normaal voor de hand dat je dus mogelijk je nieuwe highs maakt. Maar wat gebeurt er nu? En dat, kijk, dat is interessant. We zitten dus nu in het tweede 360 van de mogelijk 4. En na één bar al lijkt die top worden gezet. En we zitten nu vlak bij de low. Op het moment dat deze low hier breekt, dan is de regel dat de top gezet wordt. In de DAX, dat laat ik jullie zo zien, maar ook in de Russell, dus dat is de US-index van de small caps, is die low al gebroken. Met andere woorden, de tweede cyclus is heel zwak. En als de tweede cyclus heel zwak is, betekent dat dat de tweede helft van deze 27 cyclus dus heel zwak is. En dat betekent dat die top al gezet is van de 27 en dus ook van de dag. Met andere woorden, wat is nu een goed punt om hier short te gaan? Nou, ik denk dat je A sowieso
een aantal posities nu al kunt innemen, heel licht. Waarom namelijk? Het kan altijd zijn, en dat zagen we dus hier, dat het herstel waar je van de ideale cyclusstellingen van uitgaat, dat gewoon niet komt en dat de markt als het ware doorrolt naar beneden. Dat er gewoon geen enkele herstel is of dat het herstel niet goed zichtbaar is. En je wilt toch een beetje gepositioneerd zijn, mocht dat het geval zijn. Het nadeel is natuurlijk, als je dat doet en er komt een herstel, dat die positie die je dan al in hebt genomen, dat die dan tijdelijk op een min staat. Maar ik denk, gezien de analyse, dat die min dan maar tijdelijk is. Goed, we hebben dus nu die tweede 360. Die lijkt dus heel bearish. Het lijkt dus alsof naar bar 1 al de top is gezet. Dat betekent dus dat wij hier mogelijk nog een aantal dagen naar beneden gaan, de bodem van die 720 zetten. Het kan dus heel goed zijn dat we binnen een aantal dagen al die low gaan testen of breken. Dat we dan opveren naar de cycle top van de tweede 720 en dan weer naar beneden gaan. Maar goed, nu even die exacte timing. Dit is dus de mid-cycle low van de 720, dus de cycle bodem van de 360. Nou zet ik even links de 360, zodat we even kunnen inzoomen. En ik zet hier rechts en nog lagere cyclus. Kijk, dus we hebben hier die pijl, dus we hebben hier de 360, dus we zitten hier nu aan het begin van die tweede 360. Die lijkt dus bearish en we gaan hier nu even kijken naar de 90 minuten. Pardon, naar de 180. Even één stap tussen. Want deze 360 bestaat dus ook weer uit 2 maal 180, oftewel 4 maal 90. En dus je ziet dat hier, deze 360, dat is hetzelfde, die bestaat dus uit 2 maal 180. En elk 180 is weer 2 keer 90. Nou, je ziet die 180 hier, die telt nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bars. Met andere woorden, deze 180, dus de eerste van tweeën in deze 360, die lijkt hier de mid-cycle low te zitten. En dat is dus de 90 bodem. Nou, dus je ziet ook, die zit er onderin. Dus waar ik eigenlijk van uitga is het volgende. Dit is nu de 90 minuten grafiek. Waar ik van uitga is het volgende, dat wij rond die low van gisteren, van waar zeg maar die stijging vertrok, dat we hier de bodem van de 90 minuten grafiek, 90 minuten cyclus gaan zetten, hier. Dat we iets opveren, hoe ver? Nou, dat zal waarschijnlijk, denk ik, niet meer dan de helft zijn, een beetje tot in deze, misschien 2650 zo max, 2600, dat we hier dus gaan opveren. Dus we zetten nu de tweede negende cycle, dus we hebben eigenlijk 4 negende cycles in de 360. De eerste is nu afgerond, dan komt de tweede, de derde en de vierde. En dat we in dit herstel, in het herstel dus van de komende uren, dat misschien tot morgen gaat, dat we in dat herstel aan de shortkant gaan zitten op het moment dat het aan top gaat komen. Wat mag dus niet meer gebeuren? De Dow mag dus geen nieuwe high meer maken, want dan is het hele idee dat de top is gezet, is natuurlijk van de baan. Ik ga er dus vanuit dat we dus in dit herstel omhoog ergens zo halverwege gaan stranden, dat we daar een top in zetten in die 90 minuten grafiek. En daar wil ik dan eigenlijk volle bak short, want dan heb ik ook een beperkt risico. En dan ga je feitelijk, heb je een ideaal moment om short te gaan. En dan laat ik die positie gewoon een week, een twee weken zitten tot het einde van die dagcyclus. Want wat is het nou het idee van het uiteindelijke koersdoel? En dan gaan we even naar de hogere time frame charts. Ik ga ervan uit dat die low van een paar dagen geleden, dat die wordt gebroken. Wat is dan de volgende halte? Dat is zeg maar deze swing low in de week. Dat is zeg maar rond die 24.700.
Het is heel goed mogelijk dat de koers daar even wat opveert. Maar laten we nou eens even aannemen, ik pak nu even een extreem scenario, dat dit tevens een top is, zeg maar, zelfs op maandbasis. En ik liet jullie dat plaatje zien, hoewel ik niet zo van die schuine lijnen ben, maar ik liet jullie dat plaatje zien vorige week, volgens mij, van deze formatie. Deze en deze. Kijk. Het lijkt er dus nu op dat we al met een hele zwakke dagcyclus te maken hebben. Deze zwakke dagcyclus is nu onderdeel van een mogelijke weektop. Die weektop komt hier aan de bovenkant van deze broadening formation, ook wel roeptoeterformatie. Wat is dit eigenlijk? Je ziet eigenlijk dat de volatility gewoon gestaag toeneemt. De swings worden groter en het koersdoel zou dan hier aan de onderkant liggen. Dus zeg maar rond die 20.000. Pak een beet 20% lager. Nou, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar het zou op zich een interessant koersdoel kunnen zijn. Natuurlijk moeten we het gaan onderverdelen. Dus het eerste session is zeg maar de low van een paar dagen geleden. Dan komt deze swing low. Maar daarna is niet zo heel veel. Kijk, we hebben natuurlijk hier een enorme stijging gehad begin van dit jaar. Dus er liggen hier niet zo heel veel referentiepunten. Het volgende referentiepunt ligt ergens hier. En dan kom je al snel hier uit. En waarom zou het niet zo kunnen zijn dat de beurs, zoals we een paar dagen geleden hebben gezien, ook op weekbasis dramatisch daalt? Dat kan. Dus ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat is wel iets om rekening mee te houden, want dit is natuurlijk geen uitermate bullish ontwikkeling die we nu hebben gehad. Dus dan moeten we even in ons achterhoofd houden dat dit nog wel eens mogelijk een tijdje kan gaan duren. En als we even naar die weekcyclus kijken, we noteren nu 2, 4, 6, 8, 10 weken. Als het inderdaad de top is en daar lijkt het nu op, dan zit er dus mogelijk nog 5 tot 10 weken aan daling in het vat. Nou, dat kan ons best wel een stukje lager brengen. Maar goed, dat zijn even wat hersenspinsels voor de lange termijn. Voor de korte termijn heb ik het nu uitgelegd. We zien het ook in de Nasdaq natuurlijk terug. In de Nasdaq zien we ook die eerste daling, het herstel. We zien nu eigenlijk, die Nasdaq is relatief nog wat sterker. Ik denk dat het hier wat harder teruggaat. Even de goede markt opzetten. Op het moment dat we onder die lows komen hier. Kijk, onder deze lows, zeg maar 7,500 ongeveer. Want we zien hier dat deze groene bar eigenlijk dat een beetje tegenhoudt, dat de onderkant. Dus ik denk dat op het moment dat die 7500 wordt gebroken, dat het dan ook even, dat het dan vrij snel naar die 7300 kan gaan. Dus idealiter ga ik er vanuit, hoop ik een beetje dat de cyclus zijn werk doet, dat we nu dus in de komende uren een stabilisatie gaan krijgen en dat we een aantal uren gaan opveren, zodat je daar zeg maar je short posities kunt vergroten of opzetten. Maar nogmaals, dat is de ideale telling. Die werkt vaak, maar in een markt die mogelijk echt ja, doorrolt, hè, zoals we hier hebben gezien, kan het heel goed zijn dat je misschien een stabilisatie krijgt, dat je denkt, ja, waar is het herstel nou? En dat de markt gewoon opeens weer verder gaat. Dus het mijns inziens is het goed om sowieso al wat posities in te nemen. Daar zeg ik wel bij, dit is geen adviesvlog. Dit is mijn mening, zoals ik naar de markten kijk. En met name educatief getint. Dus posities zijn uiteraard altijd op eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Misschien overbodig te zeggen, maar toch even het melde waard. Goed, gaan we ook nog even naar de DAX uiteraard. Kijk, en de DAX, ja, daar schrikken we natuurlijk van, want je ziet, die DAX is gewoon bijzonder zwak.
Kijk, bij de DAX zitten we al nabij de low, waar we dus bij de US-markten daar nog ruim boven zitten. Die DAX, daar zitten we al hier bijna tegenaan. We hebben dus een herstel gehad dat veel minder ver ging. We hebben in de week, hebben we nou die weekbodem hier al gebroken. Nou, dat is ook bijzonder bearish. Dus die DAX, ja, als ik zo kijk naar de DAX, waar kan die naartoe? Ik zie geen reden waarom die niet uiteindelijk die 10.400 kan gaan opzoeken. Dit is gewoon heel erg zwak. Die DAX heeft natuurlijk last van dat handelsconflict. Duitsland gaat waarschijnlijk ook een recessie in. Dus je ziet dat die industrie en die aandelen, die auto-aandelen bijvoorbeeld, er heel erg sterk op reageren. En als je zegt, nou, welke markt moet ik nou gaan shorten? De Dow, de Nasdaq of de DAX? Ik zou dan in de US de Russell gaan shorten. Dat is dus EVM trekken en daar opties op. Dat doe ik althans, want je ziet dat de brede aandelenmarkt in de US veel minder sterk is of zwakker is dan de grote big cap. En in Europa zou ik vooral de DAX gaan shorten, omdat die gewoon bijzonder zwak is. Ja, en dit is denk ik gewoon een kwestie van tijd voordat wij deze low gaan breken. En dan kan het wel eens hard richting die 10, 10,8, 10,4 gaan. Nou, is er geen enkele markt waar het naar goed gaat? Jawel, dat zijn de obligaties. Kijk maar naar de Bund. Een absolute blow-off. Ja, daar valt weinig over te zeggen. Behalve dan dat alle obligatiemarkten helemaal crazy zijn. Om je een voorbeeld te geven, de Oostenrijkse obligaties zijn in een jaar tijd in waarde bijna verdubbeld. We hebben het over staatsobligaties, niet een of andere junk-lening. We hebben het over staatsobligaties. In Denemarken kun je, geloof ik, al hypotheek nemen tegen min een half procent. Dus daar krijg je er geld op toe. Dus men ziet de obligaties blijkbaar als een vluchthaven. Dat jaagt die koersen van die obligaties omhoog. En dat jaagt natuurlijk de yield, het effectieve rendement, onder nul. Er is dus in Duitsland geen enkele yield. Dus geen korte yield, geen lange, die niet negatief is. Dus wie in obligaties belegt, die gaat per definitie geld verliezen. En dan hebben we het niet eens over de geldontwaarding van de inflatie. Ik gaf vorige keer aan, dit eindigt nog een keer in tranen. Daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Want kijk, dit soort parabolische bewegingen, dit is natuurlijk een reactie op iets. Maar er is natuurlijk mijns inziens geen enkele belegger, als die goed nadenkt, die lang in bijvoorbeeld de Bund zit of in obligaties, als hij van tevoren al weet dat hij daar gewoon dik geld op gaat verliezen. Dus hier komt op een bepaald moment een reactie. Je zult op een bepaald moment zien dat de obligaties en denk ik ook een dramatische daling van waarde zien. En dat is feitelijk gewoon puur een correctie naar het gemiddelde, naar de gemiddelde, ja, fair value, zeg maar, en dat de rentes weer gaan oplopen. Probleem is alleen, je weet niet precies wanneer. Stel dat die aandelen de komende weken nog zeer volatiel blijven en blijven dalen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die Bund boven 180, misschien wel 185 gaat, who knows. Dus het shorten van de Bund en bijvoorbeeld de US T-bonds en dergelijke, is vanuit een marktlogica, begrijp ik dat goed, want we zitten heel ver boven het gemiddelde en uiteindelijk komt de koers altijd naar het gemiddelde terug. Het probleem is, je weet niet wanneer. De Engelse econoom Keynes, John Maynard Keynes, zei ook, markten kunnen langer irrationeel blijven dan dat je liquide blijft. Dus dat soort dingen zou ik zeker niet in mijn hoofd halen, omdat het nu hoger staat en je denkt dat het niet hoger kan. Maar dat dit uiteindelijk allemaal heel vreemd en raar gaat aflopen, daar ben ik van overtuigd. Goed, dus even concluderen. Idealiter, en we checken nog even een laatste blik op de Dow. Idealiter krijgen we in de 90 minuten, die ik nog even rechts laat zien, in de Dow, krijgen we een herstel. Het zou mooi zijn als we dat, zeg maar, rond die lows hier gaan zien.
dat we zeg maar een herstel zien van misschien wel de helft. Of dat herstel komt, weet ik natuurlijk niet, maar deze cycle lijkt nu qua tijd en qua indicator redelijk ver. Het kan ook zijn dat de volgende of de cyclusbodem, dat het puur een soort trading range is. Hè? Dus dat is altijd heel lastig te zeggen. Gaan we nou echt de helft terug? Maar in ieder geval ga ik ervan uit dat we hier wat gaan stabiliseren. Maar dat zal tijdelijk zijn en dat benut ik dus dan om eigenlijk op een wat beter niveau short posities te vergroten die ik al heb. En uiteindelijk is mijn koersdoel, de eerste halte is zeg maar die lows rond die 25.000 van een paar dagen terug. En het tweede station is zeg maar die 24.8, dat is deze swing low in de week. Als we voor de Dow hebben en voor de DAX is uiteindelijk het koersdoel rond die 10.400. Goed, genoeg verteld. Ik denk dat alles redelijk duidelijk is. En laten we hopen dat de markt dit pad netjes gaan volgen. Tot volgende week.